Wat is de overeenkomst tussen de tax-free zone op Schiphol, de enorme publieksentree van het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam en het Nederlands paviljoen op de laatste wereldtentoonstelling in Zuid-Korea? De rode draad wordt gevormd door een Brabants bedrijf en die heeft al die ruimtes ingericht. Gielissen Interiors and Exhibitions in Eindhoven. De grondlegger was Toon Gielissen, die in 1937 heel klein in de garage achter zijn huis in Eindhoven een timmerwerkplaatsje begon, want hij was actief in de woningbouw. Maar ja, na de oorlog, toen de economie aantrok, ontdekte hij een gat in de markt. Bedrijven die wilden zich presenteren op beurzen, door tentoonstelling. Ja, en dat is natuurlijk ook timmerwerk. Ja, hier zie je oude foto's. En Philips was toen zijn grootste opdrachtgever. En hier is het allemaal begonnen. En nu, ruim drie kwart eeuw later, is het bedrijf uitgegroeid tot marktleider in de branche. Met vestigingen all over the world. Tot aan Amerika en Abu Dhabi toe. Maar ook nog steeds regionaal actief hoor. Van de balies en de winkels op Eindhoven Airport, dat zie je zo ongeveer om de hoek. Tot aan de Gouden Bar in het muziekcentrum Frits Philips, hier is die. Het gaat om ambachtelijk vakmanschap in combinatie met stijlvol design. Dat is het kenmerk. Bart Wichman, directeur-eigenaar. Nou zijn jullie de afgelopen decennia ontzettend gegroeid. Echt een enorm succes. Hoe verklaar je dat? Ja, door eigenlijk te gaan ondernemen, dat is het belangrijkste. Je moet het wel willen, je moet het wel durven. En de tweede is denk ik, door de mensen die we hebben, die ook mee willen en mee kunnen en in staat zijn om projecten te realiseren, waar dan ook in de wereld. Ja, jullie zitten zelfs in het Midden-Oosten met een vestiging. Waarom zo ver weg? We doen een heleboel ook in Nederland, ook in de regio. Hele mooie projecten. Eindhoven Airport is natuurlijk een mooie. Het muziekcentrum is een mooie in de buurt. Midden-Oosten, ja, daar gebeurt heel veel. Er worden gigantische musea gebouwd. Dus dat is interessant. Ferrari, hè? Ferrari themapark. Nou, ook iets wat eigenlijk alleen maar daar gebouwd kan worden. Nou, dat is de moeite waard. Er komen nog een paar nationale musea. Daar komt de Louvre. Dus er zijn hele mooie projecten voor ons die we natuurlijk heel graag willen realiseren. Nou zijn beurzen en bedrijfspresentatie jullie core business. Ja. Ik kan me zomaar voorstellen dat jullie opdrachtgevers last hebben van de economische crisis. Jullie dus ook een beetje? Ja, absoluut. Opdrachtgevers bezuinigen. En bezuinigen dus ook op beurzen en tentoonstellingen. Dus wij merken dat. Er wordt minder geld uitgegeven aan nieuwe presentaties, nieuwe beurzen. Men gaat niet, men gaat kleiner. Dus we merken dat. En dat is lastig voor ons. En lukt het om de kop boven water? Ja, met hard werken gaat het lukken en moet het lukken. Zo simpel is het dan ook weer wel. Dus dan gaan we weer ondernemen. André Hoebe, jij bent verantwoordelijk voor Gielissen in Nederland. Nou geven jullie heel veel stagiaires, VMBO, HBO de gelegenheid om hier praktijkervaring op te doen. Jullie zijn ook uitgeroepen tot het beste leerbedrijf 2013. Ja, binnen onze branche, hartstikke mooi. En we mogen nu meedoen voor de landelijke verkiezing. Nou, veel succes ermee. Wat is jouw droom? Welk project zou je nog absoluut binnen willen slepen? Oh, dat is niet zo moeilijk. Expo 2015 in Milaan. Okay. Geweldig. Ik wens je daar veel succes mee, joh. Dank je wel, René. Nou, dit is dus de reden dat ik nooit Ferrari-coureur ben geworden, want ik pas er gewoon niet in. Straks beginnen de Olympische Winterspelen in Sochi. En zullen onze kampioenen gehuldigd worden in het Holland Heinekenhuis. Dat wordt gegarandeerd een Brabants feestje. En niet alleen vanwege Irene Wüst, maar het Holland Heinekenhuis is ingericht door, wie raadt dat dan? Brabant kom je werkelijk overal tegen. En ik hier nou nog uit. Goeiedag. Ja.